Ben ik trouwens jou vergeten te vertellen? Je weet toch wel, hè? De Surinamer, hè, van vijf hoog. Is het je wel eens opgevallen dat hij elke dag een ander mokkel, hè, verslindt? Is het jou opgevallen? Zo, hoort bij de cultuur, hè, dat ze elke avond een ander moeten hebben. Stak van de week toevallig uit zijn raam te kijken. Zie ik hem uitstappen met zijn rode mokkel. Nou, er liggen aardbeien in het veld. Die zijn jaloers op de rood. Zo rood als ze er was. Zo, dus ik loop, hè. Een uurtje later toevallig langs zijn deur, hè. Stapt er een blonde mokkel eruit. Echt zo'n lange. Echt zo'n overdreven lange benen, zo wat 3 meter. Echt een kut op stelten. Ja, toen had ik het. Want ik vroeg me af, wat gebeurt er allemaal naar binnen? Maar toen had ik het. Het is een pooiert. Het is een pooiert. Die meiden, die worden tegen hun wil, hè, vastgehouden in haar kamer. Dus ik dacht, ik inflecteer in zijn organisatie, hè. Dan mag hij doen met mij wat hij wil die nacht voor een paar uurtjes, hè. Maar dan heb ik hem. Dan heb ik bewijs. Dus ik bel aan. Hij maakt de deur open en ik pak hem bovenop zijn mel. Echt waar. Oh man, dat was passie. Buurvrouw, de vuur spatte er vanaf. Maar toen begon hij tegen te stribbelen. Toen bleef hij me aankijken met zijn been en bieten gezicht. He? Toen had ik het. Hij was helemaal geen pooiert. Het was een schone specialist. Het is gewoon een poot. Een nicht, een breiwerkert. Ik zeg, vriend, haal maar niks in je hoofd. Tussen jou en ik gaat het helemaal niks worden, hè? Ja, want ik zag hem wel twijfelen. Maar jij kent de gezegde, hè? Geef een poot een kut in nood, gebeurt geen flikker.